Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Dit is een andere video dan dat ik normaal zou maken. Ik denk ook gewoon iets persoonlijkers. Ik ben ook al bezig met bloggen schrijven over mijn gevoel en om gewoon mijn gevoel van me af te kunnen schrijven. En zoals de meesten wel weten, zit ik op dit moment zelf niet zo lekker in mijn vel. Ik zit in een depressie. Voor de tweede keer overigens. Ik heb in 2014 de diagnose ADD gekregen. En ik heb nu ook nog de sociale angst. En faalangst. Dus alles bij elkaar wordt een beetje te veel. Zoveel chaos in je hoofd. Maar ook toch gewoon echt heel veel waardoor je hoofd gewoon constant vol zit. Waardoor je gewoon geen energie hebt om je huishouden te doen. Om normaal eten voor jezelf te koken. Waardoor je gewoon heel slecht voor jezelf zorgt eigenlijk. En ja, was de teamleider eigenlijk die aan de bel trok bij mij, omdat ze zag dat ik gewoon om alles kon gaan huilen. Ik was gewoon echt mezelf niet. Nu heb ik wel het idee alsof het iets beter gaat, maar nog niet super goed. Gaat gewoon in kleine stapjes vooruit. Dus het leek me ook wel oké om hier gewoon een video over te maken, omdat ik vast niet de enige zal zijn die hiermee te maken heeft. Ik ken overigens genoeg in mijn omgeving die dit ook heeft. En de ene dag gaat het gewoon perfect. Kan je de hele wereld aan. Dus dan doe je ook gewoon echt je hele huishouden binnen één dag. En dan doe je weer gewoon dagen niks omdat het gewoon niet gaat. Of je gewoon geen energie hebt. En je jezelf gewoon heel somber en down voelt. Dus dat wist het ook gewoon per dag. Ik heb misschien hier al zeker wel drie jaar last van, denk ik nu. 2019. Gewoon al die tijd gewoon door blijven gaan. Niet gestopt. Gewoon op automatische piloten door blijven werken. Waardoor ik me nu dan ergens in mei heb ziek gemeld. Dat het gewoon niet meer ging. Ik was echt zo vermoeid. Ik was gewoon mezelf niet. Om alles kon ik huilen. Dat is nu gelukkig al wat minder. Maar ik slik nu ook wel medicatie. Dus misschien dat een beetje onderdrukt. Maar zelfs onder de domste dingen. Onder de kleinste dingen kon je gewoon janken. En gewoon constant maar afvragen wat een ander van je vindt. Niet durven praten in groepen mensen omdat je bang bent dat je iets dom zegt en ze je daarover zullen uitlachen. Dat gewoon echt allemaal gedachten zijn, want waarschijnlijk zal het niet zo zijn. Alleen mijn gedachten, ja, die zitten een beetje in de weg. Dus ik heb nu therapie, wat op zich wel gewoon goed gaat. Ik krijg ook opdrachten mee over sociale angst en over mijn laag zelfbeeld. Ik ben best een heel onzeker persoon. Ik ben op de middelbare school was ik 3 jaar lang gepest geweest, waardoor je allemaal nare opmerkingen naar je hoofd krijgt. Wat me heel erg onzeker heeft gemaakt. En ik daar waarschijnlijk die sociale angst ook van heb gekregen, denk ik. Dus ja, soms weet ik even zelf niet wat ik met mezelf aan moet. Maar goed, ooit wordt alles beter. We blijven positief. Het is niet dat ik dit deel om zielig gevonden te worden of om medelijden te creëren. Want dat is het totaal niet. Het is meer gewoon om gewoon voor begrip en erkenning voor depressie. Want in principe is het gewoon een mentale ziekte. In principe kun je er ook gewoon verder niks aan doen. Maar sommige zien er nog steeds als een soort taboe of zo. Wordt gewoon niet veel over gesproken.
Vandaar dat ik ook bloggen aan het schrijven was. Al heb ik nu volgens mij 2 weken niks meer gepost. Maar ja, op Facebook post je natuurlijk ook al bijna alleen maar leuke dingen. Maar dit is in principe ook gewoon de realiteit, hoe het kan gaan. Het is niet altijd leuk en zo. Elk huisje heeft een kruisje. Ja, we moeten maar het beste ervan maken. Tot nu toe werk ik nog steeds 4 keer 4 uur. Dus ik ben wel langzaam aan het opbouwen. Ik wil ook niet thuis komen zitten. Maar ja, ik ben ook gewoon al die tijd gewoon door blijven werken eigenlijk. Anders ga ik mezelf isoleren. Het is alleen maar goed als ik gewoon lekker blijf werken. Als het een paar uurtjes. Even onder de mensen. Hoe moe ik ook ben. 9 van 10 als ik dan uit werk kom, dan slaap ik ook bijna de hele middag. Of in ieder geval 2 uurtjes. En soms wel wat langer. Maar goed. Ik hoop dat ik door middel van deze video ook gewoon andere mensen kan helpen. En laten zien dat ze niet alleen voor staan. Ook al lijkt het nu allemaal een zwart gat. Maar er is altijd licht aan het eind van de tunnel. Dus daar gaan we op vertrouwen. Uiteindelijk komt alles wel goed. Al heeft het zijn tijd nodig. En alles gebeurt met een reden. Dus ik ben ervan overtuigd dat ik hier vast weer sterker uitkom. Nou, mocht je vragen hebben, kan je me vinden op Instagram. Ik zal het in de reacties hieronder posten. Ja. Vergeet vooral geen blauw duimpje omhoog doen als je het leuk vindt. Nou ja, leuk. Soort van leuk. Te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan vergeet ook niet op het belletje te klikken om geen enkele video meer te missen. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Doei!